We zijn in Blessersraaf op melkveehouderijbedrijf Neskio. Ja, wij melken koeien. 190 stuks. Ik heb ze mee willen geven dat innovatie de oplossing is. Ook de snelle oplossing en de goedkoopste oplossing voor het stikstofprobleem. Innovatie is ontzettend belangrijk in het stikstofdossier. Omdat het een enorme bijdrage geeft aan de oplossing. Hier ook 70% reductie. En dat zijn wel aantallen. En ik weet dat heel veel boeren heel veel aan het innoveren zijn. Nu hier met de Lelysfeer. Ik denk als we met elkaar samen en ook met de hele sector die innovatiekracht weten te pakken. Ja, dan zijn we echt grote stappen aan het zetten. Met innovatie verhoog je de emissiereductie veel meer en veel goedkoper dan uiteindelijk opkoop of onteigening. Dat is één. En twee, wat je doet is dat je de rechtszekerheid voor de boer, voor onze boeren vergroot. Dat is zo van essentieel belang om rust in het dossier te krijgen. En dat moet echt, als het gaat om pasmelders, als het gaat om innovatie, dan moet nu een aanvang worden genomen om dit vraagstuk echt dit jaar, met name de pasmelders, nog echt op te lossen. Het belangrijkste element rondom innovatie is dat de techniek er is. Twee, kunstmestvervangers. Dat is een product. Daar kun je mee de markt op. Bemesting dossier kan daarmee uiteindelijk veel verder geholpen dan worden dan vandaag. En het derde element is voermanagement aan de boer laten. Dat is een belangrijk gegeven. En ik hoop dat ze daar echt mee aan de gang gaat in plaats van onteigening. Dat is een traject van 10 jaar en dat werkt agressie op. Maar door een soort innovatiefonds op te richten, dat de boeren snel kunnen investeren, maken we snel slagen en lossen we zeg maar, het probleem op van de paasmelders, van de natuurgebieden en noem maar op. En dan blijven we een krachtige sector houden, de melkveehouderijsector in Nederland.